De inspiratie die ik doorkreeg en die ik heel graag met jullie deel hier, is dat we hier op aarde als ziel zijn gekomen in dit lichaam om het spel te spelen van menselijke beperking. We hebben gekozen, en dat weten jullie vast wel, we hebben er echt voor gekozen, bewust gekozen om te vergeten wie en wat we werkelijk zijn. Grenzeloze, machtige, eeuwige lichtwezens, die alle power in zich hebben en die altijd in overvloed en in al het moois kunnen leven dat ze zich kunnen voorstellen. Dat allemaal hebben we bewust opzij gezet om hier het avontuur van menselijke beperking te komen spelen. Wat een idee, yes. En we hebben dat keigoed gedaan, right? We zijn dat echt gaan geloven. We hebben het spel zo goed gespeeld dat we het zijn gaan geloven. En eerlijk gezegd, om dat als machtige, eeuwige wezens voor elkaar te krijgen, dat we dat geloven, dat we hier beperkt zijn, dat we hier moeten leven in beperking, in conflict, in ons klein houden, soms een al dan niet gekozen slachtofferschap. Om dat echt te kunnen geloven, daar is heel veel power, heel veel divine power ingegaan om dat zo echt te maken dat we het zijn gaan geloven. En dat ons ware zelf, ons ware essentie, ons niet meer herinneren. Dus, dikke duim, we hebben dat keigoed gedaan, right? Maar weet je, het is niet de bedoeling dat dat blijft duren. We hebben bepaalde, naar mijn gevoelens, dat is mijn waarheid, hè? We hebben gekozen om als ziel bepaalde ervaringen op te doen. We hebben zo onze blauwdruk uitgestippeld om bepaalde ervaringen op te doen. Tekort, beperking, conflicten, wat dan ook, ziekte, wat dat ook mag zijn. En eens we daar onze lessen uit geleerd hebben, echt, eens we echt die ervaring doorvoeld hebben en doorleefd hebben, geloof ik niet dat het de bedoeling is dat we daar blijven in zitten. Het is mijn overtuiging dat we daaruit kunnen shiften, eens we daar de lessen uit getrokken hebben. Eens we zo dat contrast hebben ervaren en terug dat verlangen hebben voelen opborrelen van het tegenovergestelde daarvan, in plaats van beperking naar grenzeloosheid gaan. In plaats van tekort en armoede naar overvloed gaan. Wie en wat we werkelijk zijn, hè, wat echt eigenlijk ons geboorterecht is. Het is echt mijn overtuiging dat dat een kortstondige ervaring mag zijn en dat we daar niet heel ons leven moeten in blijven zitten. Oké? Dus het is volop nu de periode. De Lionsgate, de volle poort van de Lionsgate was gisteren, 8 augustus, open. Maar die energie blijft natuurlijk nog uiteinden. We kunnen daar nog altijd gebruik van maken. En ook wanneer deze periode van de Lionsgate voorbij is, hebben we nog altijd ons manifestatievermogen. Hè? Tuurlijk. Hè? Maar het versterkt altijd maar. En hier in deze periode is het extra groot. Dat is alles. Hè? Maar het is nu de bedoeling dat we echt in onze kracht gaan staan, dat we echt ons eigen pad gaan kiezen, dat we afscheid nemen van die beperking, van die grote illusie waar we zijn aan gaan in geloven, omdat we dat spel zo goed gespeeld hebben, hè? En dat we terug ons manifestatievermogen gaan claimen, dat we terug ons geboorterecht gaan claimen, ons geboorterecht op overvloed, op vreugde, op vrijheid, op gezondheid, op al het moois dat beschikbaar is voor iedereen op aarde. En waar wij vandaan komen, hè, van die pure essentie van volle potentieel waar wij vandaan komen. En wij hebben het vermogen, echt het vermogen in ons hart meegekregen, om die substantie, die intelligente substantie uit het zero point field, als het ware als klei te kneden naar de vorm die wij verlangen. De vorm die wij wensen te beleven, die wij wensen in ons leven te zien. Dat vermogen hebben we om die vormeloze klei te kneden tot wat wij willen en om er dan onze levensadem in te blazen en om het gewoon in onze realiteit te zien verschijnen. Dat manifestatievermogen hebben we. Echt wel. Echt wel. Dus om ons daar allemaal in te ondersteunen, kunnen we daar heel veel tools voor gebruiken. Jullie vinden op mijn website in elk geval en ook op de video's op Facebook en YouTube al een heleboel manifestatie tools om je daarbij te helpen, te ondersteunen, creatiesleutels die je daar vindt. En om dat allemaal nog veel krachtiger te beleven en neer te zetten,
organiseer ik deze zondag een magische manifestatiedag. Waarbij we echt in de hoge frequenties gaan manifesteren, contact gaan maken met het kwantumveld, in diepe meditatie en in krachtige activatie gaan gaan van onze dromen, van onze hartsverlangens. En we gaan dat doen door middel van het maken van een toekomstboek. Je kent waarschijnlijk het concept van een vision board of een droombord. Hè? Ja, je kan dat op een bord doen of je kan dat ook, zoals ik al een paar keer heb gedaan, in een boek doen, een schrift, een groot schrift. Dat heeft voordelen, dat is handiger om ergens mee te nemen of ergens te leggen. Niet iedereen heeft plaats om zo'n groot bord neer te zetten. Hè? Dus deze keer gaan we het in een boek doen. En ik noem het ook niet meer een vision book of een droomboek, maar echt een toekomstboek. Dromen, dromen, er zijn 90% van de mensen, denk ik, die blijven maar luchtkastelen bouwen. Die blijven in dat dromen en dat verlangen. Het is de bedoeling dat je het gaat neerzetten, right? Dat het echt jouw toekomst wordt en dat je die toekomst naar het hier en nu gaat brengen. Zodat je het heel snel en in volle vreugde kan gaan beleven. Hè? Dus we gaan ons eigen toekomstboek creëren. Ik breng er alles voor mee. Je hoeft je van niks... over niks zorgen te maken, je hoeft van niks iets aan te trekken. Jij mag gewoon komen, je mag er volop gewoon zijn en van genieten. Ik breng alles mee voor jou en ik dompel je helemaal onder in dat veld van grenzeloos potentieel. En we gaan ons samen in onze kracht zetten en door middel van de groepsenergie gaan we dat proces nog helemaal versterken. Dus nu zondag 13 augustus is de live versie ter plaatse in Haag, op een mooie locatie. Prachtige zaal. En dan volgende week, zaterdag de 19e augustus, is er ook een online versie via Zoom. Maar dat is ook evengoed live. Er wordt evengoed van jou verwacht dat je die dag vrijhoudt. Volledige me-time dag. Hè? Want we gaan gewoon samen online ons ding doen, net zoals we ter plaatse zouden doen. Het enige verschil is dat we online verbonden zijn, in plaats van dat we samenkomen. Hè? Maar heel de dag blijven we online via Zoom verbonden. Tenzij de middagpauze loggen we even uit natuurlijk. Hè. Maar we blijven gewoon live online verbonden met elkaar. Zodanig dat we kunnen ervaringen delen en dat jullie kunnen vragen stellen. En ja, vertellen en alles wat je nodig hebt. Dat ik jullie energie mee kan voelen en vatten en daarop inspelen. Dus het is even goed een live gebeuren, maar gewoon via Zoom. Hè. Dus je hebt de keuze tussen nu zondag in de flesh in Haag. Of volgende zaterdag via Zoom. Je vindt het allemaal op mijn website freedomlab.be. En als je zin hebt, er zijn nog enkele plaatsen vrij. Dus aarzel niet te lang dan om je in te schrijven. Het wordt een wonderlijke dag. Je kan het zo al voelen. Ik kan het zo al voelen. Het wordt echt zo, zo krachtig. Dit gaat mij niks te vergelijken zijn met de Vision Board Workshop die ik voorheen heb gegeven. Dit is weer van een heel ander level. Ik kijk er enorm naar uit. Dus, lieve lieverds, claim your power. Claim dat geboorterecht. Eis het gewoon op. You've got it, oké? Okay? Lots of love. Bye-bye.